Hij werd het gezicht van de honger in Gaza, het jongetje Yazan Al-Kafr. Het aangrijpende beeld van de extreem vermagerde Yazan ging vorige maand viral op social media. Hij was al ziek. Yazan had een hersenverlamming. Begin deze maand overleed hij in een kinderziekenhuis in Rafah aan ondervoeding. En hij niet alleen. Even los van de nu meer dan 30.000 burgerdoden als gevolg van Israëlische aanvallen op Gaza, komen inmiddels dus ook Gazanen om van de honger. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral kinderen het slachtoffer zijn. Een 6-year-old Fadi is growing weaker by the day. Yazan is wat dat betreft meer dan een symbool. Hij is ook een waarschuwing. To avoid the starvation of hundreds of thousands of people. Dit is hoe Gaza sterft van de honger. He's now nothing but bones with a head too big for his body. Letterlijk. For the people of Gaza. We cannot stand by and watch Palestinians starve. Now to prevent the unthinkable. Starvation is used as a weapon of war. Als er geen verbetering komt in de situatie, dreigt voor 1,1 miljoen Gazanen, ongeveer de helft van de totale bevolking, een hongerdood. There are about 1.1 million people in catastrophic level of hunger. Staat in dit rapport dat deze week uitkwam van het IPC, een samenwerking van internationale organisaties gesteund door de VN. Afgelopen december waarschuwden ze nog voor het risico op hongersnood. Nu, in deze laatste update van 18 maart, wordt die hongersnood daadwerkelijk voorspeld. En kan het vooral tussen midden maart en mei van dit jaar dus zelfs catastrofaal worden. Oftewel, starting from now, so it's a very short window to act. Catastrofaal is het meest alarmerende niveau van de Integrated Food Security Classification die het IPC hanteert. Groen betekent voedselzekerheid, niets aan hand. Geel staat voor voedselstress, met moeilijke omstandigheden om aan eten te kunnen komen. Oranje betekent crisis. Hier is al sprake van een voedseltekort en ondervoeding. En humanitaire hulpverlening is noodzakelijk. Bij rood is er echt sprake van voedselnood. Dat betekent noodgedwongen meerdere maaltijden overslaan, ernstige ondervoeding en ook al toenemende sterfte. En donkerrood staat dus voor catastrofaal, een regelrechte voedselramp. Er is een extreem gebrek aan voedsel en mensen sterven van de honger. Op een kaart ziet de situatie in Gaza er als volgt uit. Dit is de situatie nu. Heel Gaza is rood, dus voedselnood is de norm. In Noord-Gaza dreigt op dit moment al voor meer dan de helft van de bevolking catastrofale honger. In het midden en zuiden van Gaza is nu voedselstress het best case scenario. En dat geldt slechts voor een kleine minderheid. Tot zover een klassificatiesysteem en een plattegrondje. Op straat ziet het er zo uit. Palestijnen die dagelijks wanhopig op zoek zijn naar voedsel en drinkwater. Kinderen die meel van de grond schrapen bij gebombardeerde bakkerijen. Of inwoners die noodgedwongen diervoeding, bladeren of gras eten. Of zelfs onkruid. Dit is nu al aan de hand. De voorspellingen zijn dus nog erger. Als de voedselhulp niet onmiddellijk op gang komt, is dit namelijk de verwachting. Met een regelrechte voedselramp in vooral het noorden. Maar overal in Gaza dreigt voor veel mensen de komende 2 maanden een catastrofe. Voor meer dan 1 miljoen mensen. Dat hoeft niet zo te zijn. Dit is een humanitaire crisis die not a natural disaster. Dit is buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, vorige week. It's not a flood. It's not a earthquake. It's a man-made. Hij zegt hier dus dat deze honger geen toevallig bijproduct is van deze oorlog. Wat hij daar precies mee bedoelt, kan Ingrid de Zwarte ons vertellen. Honger is een heel krachtig politiek-militair machtsinstrument. Zij is universitair docent en doet onderzoek naar de rol van honger in oorlogen. Al sinds het midden van de 20e eeuw zijn er geen praktische obstakels meer om hongersnood te voorkomen. Er is voldoende voedsel op de wereld om iedereen te kunnen voeden. En alle hongersnoden vandaag de dag zijn dan ook door mensen gecreëerd. Ze zijn of niet op tijd voorkomen, of ze zijn doelbewust veroorzaakt. Both warring sides are accused of hampering the delivery of aid.
Daarom is het heel belangrijk dat we hongersnood niet alleen als een humanitair, maar ook echt als een politiek probleem zien. Terug naar Borrell, want zijn verhaal was nog niet af. We cannot stand by and watch Palestinian starve. Hij had het dus over mensenwerk. Is entirely man-made. By whom? Israel is provoking famine. Starvation is used as a weapon of war. Het is voor het eerst dat de hoogste EU-diplomaat zich in zulke bewoordingen uitlaat. Hulporganisaties zeggen het al langer. In december was Human Rights Watch de eerste die heel stellig beweerde dat Israël uithongering van burgers gebruikt als methode van oorlogsvoering. We gaan nog iets verder terug. Oktober. Inmiddels bijna een half jaar geleden. De terreuraanval van Hamas op Israëlisch grondgebied, waarbij ze een bloedbad aanrichten. Een ongekende aanval die anders is dan alle voorgaande. Ook nam Hamas Israëlische gijzelaars mee, van wie een groot deel nog steeds in Gaza is. Israël laat er vanaf dan geen misverstand over bestaan. De gijzelaars moeten terug. En Hamas moet worden uitgeschakeld. Twee dagen na de aanval van Hamas zei de Israëlische minister van Defensie dit. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Dit zei de minister van Nationale Veiligheid. Zolang Hamas de gijzelaars niet vrijlaat, zullen alleen honderden tonnen explosieven Gaza binnenkomen. Geen greintje humanitaire hulp. En een parlementslid van Netanyahu's regeringspartij Likud liet zich in deze bewoording uit. אם אתם מחליטים לשבור מצור, היא הייתה בעיניי החלטה איומה. כי בלי רעב וצמא אצל האוכלוסייה העזתית, לא נצליח לגייס משטאפ, לא נצליח לגייס מודיעין, לא נצליח לשחד אנשים באוכל, בשתייה, בתרופות, כדי להשיג מודיעין. ואנחנו יודעים שמציאת החטופים היא מטרה עליונה וסופר חשובה לצד מטרות הלחימה. Het belangrijkste argument van Human Rights Watch was op basis van deze uitspraken dat Israël bewust hulpgoederen tegenhoudt als drukmiddel. En dat kan Israël ook doen. Omdat het zowel te land, ter zee als in de lucht de baas is over de grenzen van Gaza en volledig bepaalt wat er in of uit gaat. Hoe dat precies zit, heeft Dennis 5 maanden geleden al uitgebreid uitgelegd. Dit is de Gaza-strook. Kijk die video vooral terug. En ik kom er zo ook nog even op terug. Eerst even over dit woord, belegering. Dat betekent een langdurige blokkade en aanval op een stad of vesting. Volledig afgesloten van de buitenwereld, met uitputting en dus ook honger als drukmiddel om de oorlogsdoelen te bereiken. Wie de betekenis opzoekt, krijgt vooral middeleeuwse prenten onder ogen. Het is historisch dan ook een beproefde methode van oorlogsvoering. Dat de internationale gemeenschap zich nu zo stellig uitspreekt tegen Israël. Starvation is used as a weapon of war. Yes, let's say that. Heeft er alles mee te maken dat we tegenwoordig met elkaar hebben afgesproken dat het inzetten van uithongering van burgers een oorlogsmisdaad is. En dat werd 6 jaar geleden nog eens unaniem onderstreept in deze resolutie van de VN-veiligheidsraad. Honger mag volgens het internationaal recht dus geen collectieve strafmaatregel zijn die alle burgers in een oorlogsgebied treft. This has to be done in full respect of international humanitarian law. And when you look what's happening, you may doubt about it. Nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. En dat gaat nog verder dan alleen uithongering. Ook op andere manieren kunnen honger als oorlogswapen worden ingezet. Bijvoorbeeld door het actief tegenhouden van humanitaire hulpverlening, dus voedselhulp. Maar ook de zogenoemde verschroeide aarde-tactieken. Dus de militaire strategieën die erop gericht zijn om heel doelbewust de voorraden en hulpbronnen van de vijand te vernietigen. Verschillende hulporganisaties geven aan in hun rapportage van Gaza dat ook daar alle tekenen van het gebruik van verschroeide aarde zijn. Dus het doelbewust vernietigen van landbouwgrond, van watervoorzieningen, van bakkerijen. In dit rapport staat dat tussen november en januari zo'n 60% van de landbouwgrond in Gaza is verwoest. Net als honderden boerderijen, opslagplaatsen, dierenverblijven en waterputten. Op dit kaartje zie je hoe vooral in het noorden er vrijwel niets over is van de eigen voedselvoorziening op het land. En ook op het water. We zijn
قبل يومين آخر مرة صار الوضع صعب سنة بطلنا ننزل كتير صار الوضع صعب صار يطخ علينا كتير. In andere woorden, Gaza is nu volledig afhankelijk van hulp van buitenaf. En ook dat gaat niet goed. Andere landen proberen wanhopig voedsel Gaza binnen te krijgen. Onder meer via droppings uit vliegtuigen. En vorige week is er voor het eerst een schip vol met voedsel aangekomen via een speciaal aangelegde corridor over zee. 200 tons of aid is brought ashore. De bedoeling is dat er meer schepen volgen met nog veel grotere ladingen. Het Israëlische leger publiceerde vorige week dit filmpje. For the first time since the beginning of the war, the IDF prepared for the arrival of humanitarian aid to Gaza by sea. A ship carrying aid from the World Central Kitchen Organization, funded by the UAE, set sail from Cyprus toward Gaza this week. Over the past weeks, our efforts to ease the flow of humanitarian aid to the people of Gaza have expanded. Over 1,000 aid packages were airdropped into Gaza and over 12 airdrops by foreign countries during the last week. Maar hulporganisaties wijzen erop dat voedselhulp door de lucht of over zee bij lange na niet genoeg is en noemen het een druppel op een gloeiende plaat. There is not enough aid right now arriving to Gaza. Bovendien is het zeer inefficiënt, kostbaar en gevaarlijk. En het feit dat er kennelijk vliegtuigen en schepen nodig zijn voor voedselhulp is volgens hen juist symbolisch voor het falen van de voedselhulp over land. We have to remind that we have to do it because the natural way of providing support through road is being closed. Want daar ligt de sleutel. Alleen voedselhulp met vrachtwagens kan een catastrofale hongersnood voorkomen. En dat zal via de door Israël bewaakte grens moeten. Het Israëlische leger zegt er alles aan te doen om de benodigde hulp Gaza in te krijgen. 6 trucks carrying aid from the World Food Program entered northern Gaza this week through the 96 gate. A special route utilized to prevent the aid from being stolen. This humanitarian aid was coordinated by Israel for the people of Gaza. We are working together with humanitarian organizations and the international community. Maar het is nu juist die internationale gemeenschap die zegt dat Israël bewust humanitaire hulp tegenhoudt. Al sinds het begin van de oorlog staan vrachtwagens in grote getalen in de rij om Gaza in te mogen. Voor deze oorlog begon, was Gaza al voor een groot deel afhankelijk van humanitaire hulp. En reden er dagelijks gemiddeld zo'n 500 vrachtwagens vol met voedsel en ander spul de grens over. Sinds het begin van de oorlog ligt dat gemiddeld ergens zo rond de 100. Terwijl er volgens het VN Wereldvoedselprogramma dagelijks minstens 300 vrachtwagens nodig zijn om een grote hongersnood te voorkomen. Ook al is het vrachtverkeer wel deels op gang gekomen, volgens de hulporganisaties is het veel te weinig en zet Israël daarmee de blokkade voort. In dit nieuwe rapport claimt Oxfam Novib dat Israël op meerdere manieren systematisch humanitaire hulp tegenhoudt. Samenvattend, de Israëlische regering heeft de totale controle over wat Gaza in- en uitgaat en bepaalt wanneer, waar en hoe de hulp wordt geleverd en verdeeld. Het feit dat het volledige humanitaire systeem is ingestort en de bevolking van Gaza dreigt te sterven van de honger en aan ziektes, valt onder de reikwijdte van Israëls controle. En dus roept de internationale gemeenschap Israël op vooral over land hulp toe te laten. Zelfs nu ook hun trouwste bondgenoot en geldschieter. Israel also has a fundamental responsibility, though, to protect innocent civilians in Gaza. Maar volgens premier Netanyahu doet Israël dat al. Do you believe fundamentally that it is Israel's responsibility? Then you're doing everything in your power to make sure that happens. Categorically, yes. De distributie van voedsel in Gaza is extreem moeilijk en er zijn plunderingen van hulpconvooien. Chaos was compleet vanmorgen vroeg. Toen een konvooi van hulpgoederen aankwam in Gaza-stad. Bij het uitdelen van hulpgoederen zijn vanochtend mensen om het leven gekomen. Volgens de Palestijnse autoriteiten nam het leger de menigte onder vuur. Deze luchtbeelden van het drama komen van het Israëlische leger. Dat zegt dat de Palestijnen elkaar vertrapt hebben in de chaos van de voedseluitdeling. Het leger zou pas geschoten hebben nadat soldaten door Palestijnen werden belaagd. Volgens deskundigen heeft Israël deze omstandigheden gecreëerd. Israël herhaalt steeds dat er genoeg hulp voorhanden is. Israel put no limits. No limits on the amount of aid that can go into Gaza. En dat Hamas het grootste obstakel is om die hulp bij de bevolking te krijgen. The problem is not the number of trucks going in, although we're increasing it on a daily basis. I think the problem is preventing the looting by Hamas and by others. That's what we're working on now.
En zo is het een soort wel eens niet eens blame game geworden, wiens verantwoordelijkheid er nou is. Israël komt wat dat betreft wel steeds meer alleen te staan en kan op steeds minder internationale steun rekenen. 27 EU-landen zijn het eens geworden over een oproep aan Israël. Er moet een onmiddellijk staakt het vuren komen om humanitaire hulp mogelijk te maken. Zelfs he has a right to defend Israel. Van hun trouwste vrienden dus. But he must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken. Goed, wiens schuld of verantwoordelijkheid het is en of hier mogelijk sprake is van het schenden van het humanitair oorlogsrecht, zijn vraagstukken waar al deze mensen nu niet mee bezig zijn. Die hebben zo hun prioriteiten. Intussen gaan deze beelden wel de wereld over en maken ze veel los. In het bijzonder dus het beeld van de inmiddels overleden Yazan. Alle beelden en berichten van honger die we nu ook uit Gaza krijgen, ja, die zijn heel belangrijk om ook druk te zetten op de strijdende partijen. Ervoor zorgen dat die internationale druk echt wordt opgebouwd. En er uiteindelijk hopelijk ook voor zorgen dat die druk zo groot wordt dat Israël ook wordt gedwongen om onbelemmerd al die hulpverlening, die voedselhulp aan Gaza door te laten. This is an entirely man-made disaster. And the report makes clear that it can be halted. Het IPCC-rapport doet twee concrete aanbevelingen. Om de dreigende, catastrofale hongersnood voor meer dan 1 miljoen mensen te voorkomen. Een onmiddellijk staakt het vuren en humanitaire toegang. Die laatste, daar heb ik het deze hele video over gehad. En wat betreft een staakt het vuren, meerdere pogingen en onderhandelingen draaiden de afgelopen maanden uit op niets. Sterker nog, Israël houdt vol dat het een grondoffensief in Rafah gaat beginnen. Waar momenteel ongeveer 1 miljoen Palestijnse vluchtelingen zitten. Alle internationale druk ten spijt. We urge the Israeli government not to undertake a ground operation in Rafah. Israël zegt de 1 miljoen Palestijnse vluchtelingen te zullen evacueren naar zogeheten humanitaire eilanden in het midden van de Gazastrook. We will finish the job in Rafah while enabling the civilian population to get out of harm's way. Maar het leidt geen twijfel dat bij een aanval op Rafah de voedselcrisis alleen maar zal verergeren. This is the highest number of people facing catastrophic anger ever recorded anywhere, anytime. We must act now to prevent the unthinkable, the unacceptable and the unjustifiable. Thank you. Maar, zegt Israël, ולידידינו בקהילה הבינלאומית אני אומר, הזיכרון שלכם כל כך קצר, כל כך מהר שכחתם את השבעה באוקטובר, את הטבח הנורא ביותר שבוצע נגד יהודים מאז השואה? Ik citeer nog 1 keer uit dit rapport. Alleen een onmiddellijk staakt het vuren en een aanvoer van voedsel, water en hulpmiddelen kan acute ondervoeding en grootschalige sterfte voorkomen. En als dit niet gebeurt, zelfs als een hongersnood kan worden voorkomen, zal de impact op de levens van Palestijnen nu en van de toekomstige generaties elke dag aanzienlijk toenemen. Dat brengt ons bij de nu al trieste conclusie dat deze honger Gaza hoe dan ook nog lang zal achtervolgen. Ingrid. De lange termijn effecten die kan je eigenlijk in 2 groepen opdelen. Dus enerzijds echt de lange termijn gevolgen voor de voedselvoorziening zelf. Dat duurt een hele lange tijd nadat de oorlog is opgelost, voordat uiteindelijk mensen weer voldoende voedsel regelmatig kunnen krijgen, mensen zelf weer voedsel kunnen produceren. Maar er zijn ook nog de fysieke lange termijn gevolgen. En daar zijn met name kinderen en ook ongeboren kinderen, dus die nu nog in de buik van de moeder zitten, die zijn er erg kwetsbaar voor. Dus we weten van andere hongersnoden dat die kinderen de rest van hun leven daar nog de gevolgen van zullen dragen. We weten ook dat ze grotere kans hebben om te komen overlijden op jonge leeftijd. Dus dat maakt het allemaal des te urgenter om ervoor te zorgen dat er heel snel en effectief wordt ingegrepen. En zo niet?